De Edese Partij van de Arbeid wil dat het fietspad nabij de Stadspoort richting de scholen schoner wordt. De partij heeft zelf geconstateerd, maar ook van buurtbewoners gehoord, dat het fietspad niet netjes is. We staan hier omdat we raadsvragen hebben gesteld over het zwerfvuil wat hier vooral langs het fietspad ligt. Naar aanleiding van een canvasactie in de wijk die wij gehouden hebben, hebben bewoners aangegeven dat dat een behoorlijke ergernis is. Dat er veel pakjes, blikjes, chipzakjes in de struiken langs het fietspad belanden. Het is een doorgangsroute van met name ook scholieren die bij de Stadspoort lekker even een tussenuur een blikje drinken halen. En dan belandt er toch wel veel op de straat terecht. Er is een actie geweest van de bewoners om in gesprek met de gemeente te kijken naar hoe dat opgeruimd kan worden of beter kan lopen. En de bewoners gaven ons in de canvasactie eigenlijk terug van goh, het is stil geworden. We horen niks meer, maar we zien het vuil nog steeds liggen. Dus we willen daar wat extra aandacht aan geven en ook met name kijken wat er al gebeurt of kan gaan gebeuren om dit toch een beetje te verbeteren. Wat wij van de bewoners teruggekregen hebben is inderdaad dat ze eigenlijk weinig informatie of geen informatie meer hebben ontvangen. Daar zaten ze eigenlijk toch wel een beetje op te wachten en dat willen we dan ook weer een beetje proberen in beweging te krijgen door het college te vragen om dat op te pakken. En om met name natuurlijk ook op te pakken dat er acties worden ingezet om het zwerfvuil weer te verminderen. Er zijn diverse ideeën om de omgeving schoon te houden. Ik denk dat de bewoners natuurlijk die meegedacht hebben daar zeker ook suggesties voor gedaan hebben. Die wil ik niet voor de voeten lopen. Maar vanuit de PvdA hebben we in ieder geval geconstateerd dat de bossages hier, daar zit een prikstruik in. Die zijn ook vrij diep. Dus als je daar wat in gooit, is het eigenlijk ook bijna niet meer mogelijk om dat eventjes makkelijk eruit te halen. Dus misschien een slimmere inrichting goed is om over na te denken. Maar misschien ook wel een stukje opvoeding weer op de scholen. Toch eventjes weer op de agenda zetten dat als je hier gezellig langs fietst, dat je misschien toch eventjes je afval of op het Stadspoort zelf deponeert of eventjes meeneemt op een plek waar het wel thuis hoort. Het kan zijn dat na een aantal maanden scholen dat schooljeugd dat toch een beetje weer vergeten is. We hebben ook in onze raadsvraag een plaatje van een blikvanger opgenomen. Ik heb geen idee of dat werkt of niet werkt, maar als suggestie om te kijken om gewoon wat stappen te kunnen zetten. Volgens Karin Bijl moet er op korte termijn actie worden ondernomen. Het moet schoner worden en er moet met bewoners teruggecommuniceerd worden wat er aan acties vanuit de gemeente opgepakt kan worden. Of de ACP hier bijvoorbeeld een taak in heeft gekregen of dat het bij anderen ligt om het op te pakken. Bewoners weten nu niks en zijn ook een beetje teleurgesteld, denk ik. Er is ook een duidelijke oproep voor de scholieren. De rotzooi gooi je natuurlijk niet op straat. Het is van de gekke dat je dat niet eventjes mee kan nemen op een plekje waar er zijn vuilnisbakken genoeg. Op school, op de winkelcentra. Dus neem het gewoon even mee. Het is niet stoer. En misschien dat we straks toch moeten gaan overwegen om statiegeld in te voeren op bijvoorbeeld blikjes en kleine petflesjes. Dat we daarmee wat kunnen bereiken. Maar het is natuurlijk ook gewoon heel normaal om het eventjes netjes weg te gooien.